Waterschap Noorderzijlvest en de provincie Drenthe werken in dit gebied al vanaf 2000 voor de inrichting voor een waterbergings- en een natuurgebied. Maar om in de toekomst, door klimaatverandering, nog meer water te kunnen bergen, ondanks dat er al grote stappen zijn gezet, is er meer nodig. Kijk ook naar de hevige regenval van de afgelopen periode. Om extra waterberging in de onlanden te kunnen realiseren, is een wijziging van het geldende bestemmingsplan nodig in het gebied. Omdat de onlanden meerdere gemeenten doorkruist, hebben gemeenten en de waterschap en de provincies afgesproken dat de provincie bevoegd gezag is voor de wijziging en het ruimtelijk mogelijk maken van extra waterberging. De procedure die we hiervoor willen volgen is een projectbesluit onder de nieuwe omgevingswet. De procedure start met een besluit van gedeputeerde staten over de toelichting van het projectbesluit en de milieueffectrapportage. In deze toelichting vindt u de informatie over de onderzoeken en de milieueffectrapportage die uitgevoerd zullen worden. En het doorlopen van het participatieproces voor het projectbesluit. De toelichting ligt 8 weken ter inzage. In deze periode kunt u een reactie geven op deze plannen aan gedeputeerde staten. Dus heeft u goede ideeën, oplossingrichtingen, koppelkansen, maar ook andere ideeën. Alles is welkom. Provincie zorgt samen met het waterschap dat u antwoord krijgt op al die reacties die u ons toestuurt. En we gaan natuurlijk kijken welke reacties we kunnen meenemen in onze vervolg van deze procedure.